Mevrouw de minister, eigenlijk zou Hans de Vival de regering u moeten feliciteren in plaats van te zeuren over die kerncentrales. U doet precies wat uw voorgangers gezegd hebben. Uw oud-voorzitter zei ooit dat energie duurder moest worden, zodat we er minder zouden verbruiken. U bent er fantastisch in geslaagd. Het is ondertussen zo duur dat velen het niet meer kunnen gebruiken. Ik ga nog een ander voorbeeld aanhalen. Nog een uit de tijd. Publiciteit om woningen integraal elektrisch te verwarmen moet verboden worden. Wie er toch voor kiest, moet geen bouwpremie krijgen. Elektrisch verwarming is milieuonvriendelijk. De voorkeur blijft uitgaan naar aardgas. U bent daar fantastisch in geslaagd, mevrouw. U bent er zo in geslaagd dat we vandaag met z'n allen in de kou zijn. Maar er is een oplossing. Vorige week heeft iemand van de CD&V, mevrouw Verlinden, ja, de Heilige Geest gezien. En ze heeft gezegd, we zouden verdorie doel 3, we zouden doel 3 kunnen openen. Maar we hebben er ondertussen niks van gehoord. Gisteren ook niet. In de commissie, ik was er wel niet, maar ik volg het, mevrouw. U durfde er zelf niet op te antwoorden. Nochtans, niks is kwalijker dan volharden in de dwaasheid, mevrouw. Morgenavond, beste collega's, sluit doel 3. Vrijdagnacht. En dat is niet onomkeerbaar. Vandaar mijn vraag, mevrouw, dat u ook een ingeving zou kunnen krijgen van de Groene Heilige Geest. Want, mevrouw, u weet heel goed dat gas 41 keer meer CO2 uitstoot dan kernenergie. En bij de verlenging van de kerncentrales, mevrouw, hoe eigenaardig hoor, is gas 80 keer schadelijker dan kernenergie. Alsjeblieft, kom tot één keer. Ik dank u. Wat betreft uw vragen over nucleaire energie, velen van u hebben daar vragen over gesteld. Wij hebben al na de inval van Rusland in Oekraïne de beslissing genomen met deze regering om onze twee jongste kerncentrales in bedrijf te houden, van die 10 jaar langer te laten werken. Daarover zijn we in onderhandeling met de kernexploitant en die onderhandelingen lopen in tandem samen met de eerste minister. Ik hoor soms dat daar zaken over gezegd worden als dat er zou een geheime deal zijn. Er is geen geheime deal. Er bestaat geen geheime deal daarover. Er is wel discretie over hoe dat de onderhandelingen verlopen, net omdat we die onderhandelingen willen laten landen. We hebben die twee kerncentrales nodig voor de komende winters. En discretie wil niet zeggen dat er geen transparantie is. Met name het principeakkoord zijn de premier en ik zelf komen toelichten 2 weken geleden in de commissie. Jullie suggesties, jullie aanbevelingen, jullie commentaren, daarover hebben we samen gediscussieerd. Mevrouw de minister, de premier zei dat het opstarten van een kerncentrale niet hetzelfde is van de limonadefabriek. Ik geloof hem. Maar je mag ook niet dronken zijn als je luistert naar de goede raad van de directeur van die fabriek. Want die zegt, technisch is niets onomkeerbaar. Ook niet de veelbesproken chemische decontaminatie van het primaire circuit. En mevrouw, stap toch een keer af van je dogma's. De Amerikanen hebben 97 kernreactoren. Ze hebben er 89 verlengd, niet voor 10 jaar, maar voor 40 tot 60 jaar, mevrouw. En wij hebben dezelfde. We hebben de techniek van hen gekregen. We hebben dezelfde drukwaterreactoren. Wij kunnen dat precies doen. Maar u bent zodanig dogmatisch dat u liever het meest vervuilende schaliegas koopt dat de Amerikanen opdelven aan 10 keer de prijs. Stap toch een keer af van uw dogma's en laat net als de CD&V de Groene Heilige Geest in u neerdalen.